Sommige gebeurtenissen in het leven blijven bij. Het zijn leuke dagen die ons plezier geven. De inontvangstname van een nieuwe wagen is één van die dagen. Met dit filmpje wensen we je wegwijs te maken in de nieuwe perspectieven die een nieuwe Suzuki jou zal brengen. Bedankt om voor Suzuki te kiezen. We hopen dat je veel plezier gaat beleven met je nieuwe Suzuki Swift. We starten met het ontgrendelen. Door eenmaal te klikken op het open slotje gaat de deur van de bestuurder open. Door tweemaal te klikken gaat de hele wagen open. Dit kan je indien gewenst aanpassen naar slechts eenmaal klikken. Met keyless entry kan je de sleutel in zak, tas laten zitten en indien u binnen de meter van de deur bent, kan je de deur openen of sluiten door één of tweemaal op het handvat te duwen. Het hendeltje om het tankklepje te openen zit aan de linkervoorkant van de zetel onderaan. Het klepje omhoog trekken en de benzineklep gaat open. Bij alle modellen tanken we euro 95 benzine E10. Met de hendel links van het stuur bedien je de pinkers door de hendel naar boven of naar beneden te duwen. Hij zal blijven staan tot u na het draaien het stuur weer recht zet. Door kort zacht te duwen zal de pinker driemaal knipperen. Wanneer je de knop aan het uiteinde draait, bedien je de lichten manueel of laat je ze automatisch werken. En door aan de hendel te duwen, zet je de grootlichten aan. De mistlampen achteraan bedien je door nog twee draaibewegingen om deze aan te zetten of te doven. Met de rechter bedieningshendel bedienen we de ruitenwissers. Naar beneden duwen zet de ruitenwisser aan. Trekken aan de hendel bedient de voorste ruitensproeiers. Op het uiteinde van de hendel zit de bediening van de achterste ruitenwissers. Heb je geopteerd voor een regensensor, dan schakel je deze in met de rechter bedieningshendel. Aan de linkerzijde van het dashboard zitten de schakelaren van de bediening van de ESP en het Radar Brake System. Meer info hierover staat in de gebruikshandleiding. Aan de rechterzijde van het dashboard start je de auto. Ofwel met sleutel, ofwel met start-stopknop bij de wagen met een keyless startsysteem. Opgelet, bij het starten van het voertuig met manuele transmissie moet u steeds de ontkoppelingspedaal indrukken. Bij wagens uitgerust met een automatische transmissie moet u steeds de rem indrukken en in neutraal of parking staan. Wagens met een manuele klimaatcontrole zijn uitgerust met een extra knop voor de airco aan of af te zetten. Deze is actief indien het oranje lampje aanstaat. Bij een model met een automatische klimaatcontrole kies je bij het instellen van de temperatuur tussen automatisch of manuele bediening. Indien je kiest voor automatisch, zal de wagen de vooringestelde temperatuur zo snel mogelijk proberen te behalen. Voor het snel ronddooien of het weghalen van damp kan je de temperatuur tijdelijk op een maximum zetten. De bediening van de radio gebeurt via volgende knoppen. Het volume van de radio is instelbaar aan de linkerkant of op het stuur. Aan de rechterkant is er een knop om naar het startscherm te gaan. Daaronder een knop om een spraakgestuurde input te geven aan de radio en onderaan een knop voor de instellingen van de radio te veranderen. Het basisscherm is onderverdeeld in vier blokken. Audio, Bluetooth telefoneren, andere audiobronnen of navigatie, Apple CarPlay, Android Auto. De radio bedien je door te klikken op de audiotegel. Linksbovenaan ziet u een grijs blokje. Als u hierop klikt, ziet u verschillende tabbladen. Tabblad 1 is radio. Hier kan u de bron aanpassen van FM, AM, DAB. Indien uw voertuig hiermee uitgerust is. Daarnaast is het tweede tabblad er voor connectie met andere muziekdragers. USB, SD, Bluetooth. Verder staan aan de rechterkant van het bovenstaande grijze blokje de linken naar de verschillende andere blokken van de radio. We selecteren onder andere bijvoorbeeld FM. We krijgen eerst de frequentieband te zien. We kunnen op onze favoriete post afstellen door gewoon over deze band te wrijven. Daarnaast ziet u ook aan de rechterkant boven het pijltje een antennetje staan. Als u hierop klikt, ziet u de actuele zenderlijst van de posten die de radio kan ontvangen. Dit vereenvoudigt het zoeken. We moeten geen frequentie meer kennen, maar gewoon de naam van een radiopost volstaat. We selecteren een radiopost. Om hem op te slaan, moeten we lang op de knoppen onderaan duwen.
U zal zien dat er bovenaan een balkje begint te lopen en als dat balkje ten einde is, is de post geprogrammeerd op die locatie. Door op dit vierkant te klikken, zal de lijst met recente oproepen opengaan. Daarnaast is er een tabblad om contacten en een telefoonnummer handmatig in te typen. Boven deze tabbladen staat er weer het grijze blokje. Als je hierop klikt, kan je de verbonden toestellen zien en eventueel je smartphone linken met het multimediasysteem. Bij navigatie krijg je eerst steeds een veiligheidswaarschuwing. Lees deze aandachtig en bevestig. Links bovenaan krijg je weer het grijze blokje. Door hierop te klikken, krijg je een scherm voor ingave te zien. Ingave voor een nieuw adres, zoeken van een point of interest of locatie ingeven met coördinaten. Als we aan het navigeren zijn, komt er hier een knop bij. Navigatie stoppen. Een compatibele iPhone of Android-telefoon aansluiten gebeurt door de juiste datakabel in te pluggen op de radio. Je dient je smartphone te deblokkeren en verschillende keren te klikken voor de toestemming. De eerste keer dient de handrem opgetrokken te zijn. Eens de smartphone verbonden is, bedien je alles via het scherm. De compatibele apps die op je smartphone staan, zal je dan op je infotainmentsysteem kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld navigatie of streamen van muziek. In de koffer vind je onder de mat de veiligheidsdriehoek, een fluohesje en een elektrische pomp. Je Suzuki is uitgerust met heel wat comfort- en veiligheidssystemen. We sommen ze nog even voor jou op. ABS, of het Anti-Lock Braking System, zorgt ervoor dat de wielen niet gaan slippen als we hard remmen. EBD, of Electronic Brake Force Distribution, verdeelt remkracht over de verschillende wielen. DSBS, of Dual Sensor Brake Support, is een remhulpsysteem dat zowel zal waarschuwen als autonoom remmen, om zo de schade bij impact te beperken. ESP, of Elektronisch Stabiliteitsprogramma, corrigeert de wagen indien we te snel een bocht zouden nemen en zorgt ervoor dat we meer grip houden op de baan. TCS, of Traction Control System, komt automatisch bij de ESP. Bij het te snel optrekken zal de wagen de grip op de weg verbeteren door het vermogen bij te stellen. RBS, of Radar Brake Support, is een sensor vooraan de wagen die permanente afstand met de voorganger meet en indien nodig het voertuig autonoom kan afremmen om zo minder schade te hebben bij een eventueel ongeval. SHVS, of Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, is een slim hybride systeem dat bij heracceleratie een deel van het vermogen op zich neemt en daardoor de belasting op de motor doet afnemen om zo minder te verbruiken. AllGrip is een slim 4x4 systeem. De wagen zal zich steeds anders gedragen. Gas- en remrespons en de 4x4 aandrijving worden aangepast. Adaptive Cruise Control, of een snelheidsregelaar die autonoom de wagen doet afremmen of versnellen aan de hand van de snelheid van de voorgelegen wagen. We wensen je veel plezier met je nieuwe Suzuki en de leuke avonturen onderweg.